In een vorige video heb ik deze grafiek al laten zien wat er feitelijk wordt opgewekt tijdens het begin en het eind van de cyclus, waarbij het eind van de cyclus zo'n beetje vlak na het hoogtepunt is van de zonnestand. Daar heb ik even bijgezet een grafiek zoals ik denk dat die zou moeten lopen als er geen schaduw geweest was. Nou, deze blauwe grafiek die levert 0,7 kilowattuur op een dag. En de paarse, die ik dus gewoon bedacht heb, die zou dan ongeveer 1 kilowattuur op een dag opleveren. Dat betekent dat er 30% eigenlijk hier en hier wegvalt door schaduw. Vanaf het zonnepaneel gezien komt daar de zon op. Die gaat dit stuk lucht en daarna hebben we weer schaduw van dit gebouw. Deze website laat op een heel inzichtelijke manier zien hoe de zon over het land trekt en alle gegevens, hoeken, etc. Komen eraan aan bod. Als je het programma opent, of eigenlijk de website opent, dan word je kennelijk ergens op de kaart gedumpt. Door het scrollwieltje van de muis te gebruiken, kan je naar de betreffende locatie toe inzoomen. En zodra je erop klikt, is al te zien, kan je dus inderdaad de betreffende locatie laten zien. Door een datum te kiezen, links. Je kan kennelijk het adres ingeven. En je kan een datum ingeven, bijvoorbeeld oktober 2022, de 17e. Dat is het op dit moment. Dan krijg je dus de zonbeweging over de gehele dag. Als je hier klikt aan de balk hierboven. Dus op deze manier kan je zien van nu komt de zon op. Dan kan je ook zien hier welke hoek dat is, wat de hoek van de zon is ten opzichte van de aarde enzovoorts. Het wordt licht, je krijgt steeds meer zon en uiteindelijk wordt het weer donker. Ook kan je zien, als je hierop gaat staan, kan je hier het gebied zien. Opkomst op de langste dag en de opkomst in de kortste dag. En datzelfde heb je hier natuurlijk ook. Ga je nog een stapje verder, zou je kunnen inzoomen, kan je een object toevoegen. Stel je voor, we zeggen hier, we hebben hier een gebouw van 10 meter in de buurt staan. Dan wordt er vervolgens een, als we verder inzoomen, wordt er een balkje getoond. En die balkje die geeft de schaduw aan. Van een object wat dus hier op dat moment staat. Uiteraard is die lang als de zon opkomt, wordt gedurende de dag korter en wordt weer lang als die ondergaat. En op die manier kan je kijken of een bepaald object schaduw op je zonnepaneel gaat leggen en hoeveel dat is. Wil ik specifiek zien hoe de situatie bij mij is met het schuurtje, blijkt dat het schuurtje niet op de kaart staat. Door hier te klikken op de OSM, blijkt die ineens wel te verschijnen. Dit is het betreffende schuurtje. En de zon is nu nog onder. En als we hier gaan schuiven, dan komt hij langzaam op. En omdat we een paaltje hebben neergezet van 10 meter, heb ik in dit geval de hoek van deze woning genomen. Of hier, door te klikken, is die gewoon te verschuiven. En meteen zie je een schaduw over deze woning, maar nog niet op het schuurtje. Ga ik wel schuiven in de tijd, dan zie je dat die schaduw korter wordt, maar dat die dus om deze tijd op het schuurtje begint te vallen. En op dit moment het geheel bedekt met schaduw. En op die manier is ook 's middags bijvoorbeeld dit gebouw te doen, dan kan je zien van ja, op deze tijd krijg je hier last van.
Dus je hebt eigenlijk maar een gebied wat tussen hier en hier is, waar dus die schaduw niet is. Gelijktijdig zou je ook links een hele andere maand kunnen kiezen. Dan kies ik bijvoorbeeld, eventjes kijken, juli. En dan... dan zie je dat de schaduw veel korter is. Want uiteraard heeft de zon een veel hogere omloop. En dan zie je dat de schaduw, in dit geval, niet over dat schuurtje gaat vallen. Maar ja, het gebouw is natuurlijk groter, dus zou ik hem hier neerzetten, dan valt hij uiteraard er wel over. Dus dit gebouw heb ik in ieder geval last van. Heb ik 's morgens last daarvan, dan zie je dat hij natuurlijk in die richting gewoon zo kort is, dat de maanden zijn dat hij het net wel, net niet schaduw zal maken. Dit is een hartstikke leuke website, Sun Calculator. En ik zal de link hieronder zetten. Eerder in deze video liet ik de zonnestand al zien van Weerstation Uithoren. Nu heb ik echter de schaduwen erin getekend die ik met het met de website SunCalc heb onderzocht, om het zo maar te zeggen. En dan kom je aan dit venster eigenlijk, waarbij ik geheel van de hoogste zonnestand tot de laagste kan zien. Ja, hier wordt het dus geblokkeerd, maar een paar maanden dus niet. Dan is de schaduw dermate kort dat er overheen gaat. En ja, hier staat het gebouw waardoor ik eigenlijk gewoon volledig schaduw heb. Dus dit is alleen nog maar opbrengst van reflectie en schaduw. Wat uiteraard dan niet veel is, zoals ook net te zien was op de andere grafiek. Zou ik optimaal willen profiteren van de juiste hoek in oktober, dat is hier, dan begint de belichting bij 15 graden, loopt door naar 32 graden en zakt dan naar 24 graden. Zonder wiskundig van alles te gaan berekenen is ook wel in te schatten dat de beste opstelling voor de hoek van het paneel van pakweg 23 graden zal zijn. Dus 23 min 90 uiteraard. Bij een andere maand uiteraard anders. Wil je 's winters meer opbrengst omdat er dan al minder zon is, dan zou je voor de lagere banen kunnen kiezen. Maar ja, ik heb geen idee in hoeverre dat ongunstig is voor het indirecte licht. Het gaat tenslotte om het totaal. De beste opstelling voor alle maanden zal voor mijn situatie iets van 35 graden zijn. Wat natuurlijk ook aardig overeenkomt met de eerder getoonde tabellen en grafieken. Moet het paneel of het dakje, zeg maar, dat zou dan een hoek moeten maken van 35 min 90. Nou, dat is een behoorlijke windvanger als ik dat met mijn paneel ga doen. En dat zie ik dus niet zo zitten. Maar misschien ga ik eens experimenteren met een actuator, zo'n uitschuifbare motor. En dan is het paneel plat te leggen als het gaat waaien. Even terug naar de tabel van Hespul. Zouden we dus inderdaad de hoek naar het zuiden een flink stuk hoger maken, dan gaat hij bij mij van, nou, pak een beet, een paar graden. Laten we even uitgaan van plat liggend op 87 graden naar 100%. Ja, dat is dan inderdaad misschien wel 13% meer, maar ik kom eigenlijk veel meer tekort door dat stuk schaduw wat ik met name aan de westkant heb. En zou ik dus gaan kantelen, dan zou ik misschien 10-12% meer kunnen krijgen aan opbrengst. En dat is eigenlijk dan 25 kilowattuur gezien de schaduw. Dus ik denk eigenlijk dat het helemaal niet zo rendabel is. Misschien is het leuk als een experiment. Tot zover deze keer. Hopelijk vond je het leuk. Zet dan een duimpje of abonneer op het kanaal voor een volgende aflevering.